ga naar de wethouder voor de onthulling. Ja, dankjewel. Ja, ik ben heel erg blij dat ik jouw gedicht mag gaan onthullen, Maarten. We zijn natuurlijk met z'n allen hard bezig om aan Almelo te bouwen, om Almelo mooier te maken. En dat doen we met grote dingen, zoals de aanleg van de nieuwe haven straks hier in het centrum. Maar ook met een heleboel kleine dingen. Kleine dingen die de belevenis van mensen in Almelo mooier maken. Waardoor je, als je straks in Almelo rondloopt en je hier stil gaat staan en het gedicht gaat lezen, bij jezelf denkt, wauw, ik word daardoor geraakt. En nou wil ik iedereen die hierbij betrokken is, Sint-Jozef en alle andere vrijwilligers en jou ook, Maarten, bedanken dat dit mogelijk is. En daarom ben ik ook heel blij dat ik nu aan de touw mag gaan trekken. En dan hopelijk komt die meneer niet mee naar beneden. Nee, dat heb ik niet. Dan gaan we het nou onthullen. Ja, laten vieren. Ja. Dat is op je stok. Applaus. Dankjewel, en ik vind het heel fijn dat het zo belangstelling is. Dat u nog en succes met de verdere route, hè? De andere richting nog komen. Oké. Okay. Bedankt Maarten. En heel mooi. Even de achtergrond. Nog niet erg goed, maar dat is vandaag veranderd al. En hoe voelt het dat het hier aan de muur hangt? Hoe komt het dat het hier aan de muur hangt? Hoe voelt dat? Oh, hoe dat voelt? Nou, heel goed. Ik vind het heerlijk als mensen ervan genieten. En dat is eigenlijk voor mij voldoende. Het is prachtig uitgevoerd, hè? In dezelfde letter als in de dichtbundel staat, dezelfde lettertype. En het is een fors formaat. Ik vind het prachtig uitgevoerd, het doet me heel veel goed. Zo, tussen al die grote namen, want er staan grote namen tussen, hè, hier van in Almelo. Dus nee, dat is een hele eer, zonder meer. Bundel van Maarten. Ja, want hoe lang heb je erover gedaan om het aan te brengen? Ja, deze voormiddag was ik met een week was ik een beetje klaar. En dan ben je daar de hele dag mee bezig, een week lang? Ja, maar zo koud is, dan kom ik wel iets later. En ik heb bij de mensen die eronder wonen, heb ik goede verzorging gehad met soep en koffie en dergelijke. Dus ik heb wel een beetje de pauzes een beetje opgerekt.